De high-tech regio Eindhoven presteert goed, maar er zijn nog flinke stappen te zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal startende innovatieve bedrijven. Er zijn nu zo'n 1000 start-ups in de regio en de ambitie is om te groeien naar 2000. Waardering van mensen die dus iets vooruit willen brengen, maar waardering van mensen die de guts hebben om iets op te starten, ik denk dat die nog wel wat omhoog gaan. Ja, start-ups moeten eigenlijk een platform krijgen. Je ziet bijvoorbeeld nou, Kickstarter-platformen, crowdfunding, crowdsourcing. Mensen die eigenlijk een idee hebben, ondersteunt die met professioneel management. Laat het gebeuren en laat ook die start-ups, ook zeker aan de financiële kant, de mogelijkheden krijgen om te excelleren. Sustainability and efficiency in mobility. How do we supply an increasing demand for clean energy and healthy food? Het creëren van de technologie is de eerste stap nog maar. Daarna komt natuurlijk nog het vermarkten van diezelfde technologie. En dat is natuurlijk ook een fase in de ontwikkeling van een bedrijf waar heel veel geld en energie voor nodig is. En ik denk dat daar een behoorlijke uitdaging ook nog ligt als we al een start-up hebben om die naar de volgende fase te brengen. Om de kansen te krijgen, om financiering rond te krijgen, om te zorgen dat ook banken en andere financiers risico durven nemen om daadwerkelijk zo'n start-up van de grond te laten komen. En zorg ervoor dat die de middelen krijgen op het moment dat het nog niet werkt. Op het moment dat het zich nog niet bewezen heeft, dat is eigenlijk cruciaal.